In New York een ontmoeting met Yveske Sturm. Het Nederlandse topmodel showt haar huis en neemt ons mee de catwalk op. Ook is ze openhartig over haar privégeluk. En in Londen een gesprek met poplegende Annie Lennox. Bovendien zijn we thuis bij Carlo en Irene en zien we de allereerste exclusieve beelden van hun tv-kantine. Ik ben zo gelukkig, zo lieve vriend. Ik ben zo gelukkig. Dat allemaal in Van der Vorst ziet sterren. Carlo en Irene stoppen binnenkort met Live in Cooking, maar dat betekent niet dat ze samen niet meer op model werd en nu een jetset leven leidt in The Big Apple. Yveske Sturm liep voor alle grote modemerken op de catwalk en prijkte op de covers van talloze bladen. Vandaag gunt ze ons een blik in haar glamourleven en belanden we uiteindelijk zelfs op de catwalk bij de New York Fashion Week. Yveske Sturm is een van de weinige Nederlandse topmodellen die het echt gemaakt heeft hier in Amerika. Ze woont hier ook, als het goed is, hier ergens in dit gebouw, nummer 269. Waar ze een prachtige loft schijnt te hebben, die we van binnen gaan bekijken. Hallo? Okay. Het ziet er niet echt heel erg luxe uit. Dat zou je niet verwachten bij een topmodel. Het oude dump, de recessie heeft hier ook toegeslagen. Dit moet het zijn, want hier hangen klompjes aan de deur. Hallo. Hey. Hallo. Hi, hey. Hoe is het? Goed, met jou? Dag. Prima. Kom binnen. Dit zijn Paul en Maarten. Oké. Hallo, kom binnen. En dit is je stulpje. Dit is heel mooi. Ja, dat is echt lekker. Dit is echt zo'n loft, is het, hè? Ja, echt New York-style loft. Hoe lang woon je hier al? 4 jaar inmiddels. Ja. Ja. En het was, vroeger was het een oud theater. Vandaar dat je die ronding zo ziet. En dan hebben ze het opgebroken. Zeg maar, beneden heb je een verdieping en hierboven. Mm-hmm. En dit is ons lekkere huisje, waar we ons helemaal thuis voelen. Te gek. Kan je hem een beetje laten zien? Ja, is goed. Dit is een daybed. Dus als we 's middags moe zijn, dan kunnen we lekker even in bed liggen. Een daybed. Doe je dat ook echt? Ja. Want als ik in dat bed ga liggen, dan ben ik meteen weg. Omdat ik natuurlijk zo vaak een jetlag heb. En dan denk ik mijn lichaam weer dat ik ga slapen. En dit is echt zo'n lekker relax. En je houdt van biljarten? Wat? Ja, en dan draaien we om. Dan is het een voetbaltafel. Ja, daar hou ik eigenlijk meer van voor voetbal. Ja? Ja, vind ik leuk. Dit is een Andy Warhol. Dit? Ja, die hebben we gekocht omdat als we ooit uit New York gaan verhuizen, dat we in ieder geval de Brooklyn Bridge met ons meenemen. Maar je wil hier toch niet weg? Nu nog niet, nee. Maar misschien over 5 jaar of zo. Ik zie weinig foto's van jouzelf aan de wand. Dat had ik wel een beetje verwacht, want je bent natuurlijk heel erg met jezelf bezig. En daarom wil ik het niet in mijn appartement hebben, denk ik. Nee, is dat zo? Nee. Vermijd je dat? Nee, daar hou ik niet zo van. We hebben wel Kate Moss aan de wand hangen. 2 hebben we ervan, ja. En daar hang ik eigenlijk. Dat is misschien wel een grappige foto om te filmen. Ben jij dat? Ja, met een pruik op. Grappig, hè? Wel mooi. Echt onherkenbaar ben je zo. Ja, een beetje Helmut Newton-stijl was het. Is dat de stijl die jij prefereert ook? Ik hou wel van die stijl, inderdaad. Ja? Zwarte pruik, donkere make-up. Dat is wel wat artistieker. Dan beetje wat... edgy. Ja, precies. Oeh, ja. De ondeugende kant van Yveske Sturm. Nou, zeg. Hoewel Yveske als klein meisje ook al van de foto afspatte, leek haar toekomst vooral in de turnwereld te liggen. Ze werd zelfs 2e bij de Nederlandse kampioenschappen. Maar na een paar blessures stopte ze ermee. Niet veel later werd haar leven op zijn kop gezet. Nou, we zijn nu even in Almere, de plek waar Yveske is opgegroeid. Ze logeert nu bij haar moeder hier. En het is wel een verschil met die loft in New York waar ze woont, hè? Dus weer even back to basic. Goeiedag, mevrouw. Hallo. U bent de moeder van Yveske, hè? Ja, Marianne. Ja? Hallo. Mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. U lijkt op elkaar, zie ik nu al. Oké. Okay. Ja. Ja, is dat zo? Ja. Ja. Er zijn er wel meer mensen. Het is net zo knap. We gaan 12 jaar terug in de tijd, naar dat ene moment waarop alles anders werd. Het was de zaterdag voor de kerst. En een beetje laat, het was al aan het eind van de middag. En het was even gauw naar de kassa toe. En nou, we waren aan het afrekenen en we gingen naar buiten. En toen stond er ineens een mevrouw van het modellenbureau. En die sprak Yveske aan. Ja, wat zei ze? Of ik al model was. En zei ik van nee. En ik werd natuurlijk meteen knalrood. En hoe oud was je toen? Ik was toen 15. Ja. Ja. En toen, toen vroeg ze of ik graag model wou worden. En of ik misschien foto's wou opsturen naar het modellenbureau. Om te kijken of ik zeg maar fotogeniek ben. Ja.
En dat hebben we toen gedaan. En toen heb ik wel foto's gemaakt samen met mijn vriendin. Van die modelposes zo aannemen. Mm-hmm. En die hebben we toen opgestuurd. Wat foto's van de vakantie hebben gevonden. Ja. Die hebben we toen opgestuurd. En toen waren mensen hartstikke enthousiast. Ja. En toen zijn we samen langs gegaan. Ja, toen zijn we langs gegaan. Hebben een gesprek gehad. Wat het allemaal inhield. En toen had je al heel gauw die fancy cover. Die eerste cover. Was eigenlijk al na een maand. Zie, dit was jouw allereerste cover? Ja. Schattig, hè? Als je hem nu terugziet, deze curve, wat vind je er zelf van? Ik vind hem heel schattig. Ja. Dat is echt wel zoals ik toen was. Echt een heel puur meisje gewoon. Ja, inderdaad. En dat vind ik ook heel erg mooi aan foto's in het algemeen. Als je net begint als model, zijn ze heel erg puur nog. Ja. Ja, dan zie je echt de persoon. Later begin je echt van met je oog te knijpen. En dan weet je precies wat wel en wat niet goed is. Maar dit is echt nog puur ik. Is het gevaar dan niet dat je jezelf kwijtraakt in dat hele proces? Dat je inderdaad een soort modepop wordt? Op foto's bijna wel, ja. Ja. Zelfs als ik vakantiekiekjes doe, dan weet ik precies hoe ik moet kijken. Dan is het er bijna spontaan. Ja. Nadat Iske in 1997 de internationale elite model look won, ging het snel. Het ene na het andere modehuis trok aan de bel. En voor ze het wist, groeide ze uit tot supermodel. Dacht u niet van, goh, het is wel een beetje jong. Want iedereen kent natuurlijk de verhalen uit de modellenwereld. Drugs, wild bestaan. Hadden we eigenlijk nooit meer stilgestaan. Nee, de modellen trok ons helemaal niet. Dat heb ik nooit meer stilgestaan eigenlijk, nee. Ook later niet? Want toen kwamen natuurlijk veel verhalen van topmodellen. Ja, later natuurlijk wel. Toen zij eenmaal in New York woonde. En, maar ja, nee. Wij wisten eigenlijk wel dat Yveske er niet in die wereld terecht zou komen. Yveske is een echte nuchtere Nederlandse. Echt nuchter. Ik heb nooit gedacht van Yveske gaat aan de drugs. Nee, echt niet. Nee. Wat voor momenten mis jij je moeder of je familie? De eerste 5 jaar dat ik model was, vond ik het wel heel erg moeilijk. Omdat ik dan echt in mijn eentje in New York was. En je hebt allemaal vrienden om je heen. Maar dat zijn ook niet echt je vrienden. Of het zijn allemaal nieuwe vrienden. En dan ga je dan niet huilen bij op de bank zitten. En na 5 jaar, toen was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Maar toen heb ik mijn man ontmoet. En die is toen ook naar New York toe komen verhuizen. Dus toen is hij een beetje soort van mijn familie geworden. En deel ik heel veel met hem. En vier ik met hem mijn verjaardag. Dus hij heeft het wel een beetje overgenomen. En dit is die man, de van oorsprong Marokkaanse Imad, die in New York inmiddels zijn eigen vastgoedbedrijf heeft opgebouwd. Doe je dit iedere dag of is het speciaal? Het is vandaag Valentijnsdag. Ja. Ik weet dat we daar niet heel erg voor waren echt in Nederland, maar in Amerika moet je. En wij zijn getrouwd op de 7e van juli 2007. Dus ik heb 77 rozen. Hoe is het voor jou om met een topmodel samen te leven? Je weet dat miljoenen mannen over de hele wereld naar haar beeltenis kijken. Ja. Dat sta ik helemaal niet stil. Echt niet? Nee. Je bent niet jaloers eigenlijk? Nee, helemaal niet. Als dat zo zou zijn, dan zou onze relatie kansloos zijn. Happy Valentine! Wow. Wow, wat vet. Je moet even vertellen hoeveel er zijn. 1. 1? 1. Nee, deze telt niet. Oké, alleen rozen. Maar het zijn er 77. Mijn lievertje. Happy Valentine. Happy Valentine. Ze leerden elkaar kennen op het strand van Bloemendaal en trouwden 1,5 jaar geleden geheel in stijl op het strand van Ibiza. To make you feel my love. To make you feel my love. De eerste keer dat ik hem ontmoette, toen hoorde ik dus dat hij al een vriendin had. En als ik hoor dat iemand een vriendin heeft, dan ben ik altijd heel erg van, dan laat ik die persoon in de waarde en dan ga ik me er helemaal niet mee bemoeien. Maar toen, na een tijdje, toen waren we vrienden, waren we al aan het bellen en het sms'en, gewoon als vrienden. Echt. En toen vertelde ik dat het uit was met zijn vriendin. En toen had ik wel zoiets van, oké. Okay. Uh-huh. Nee, en toen, 5 minuten later, toen waren we aan het zoenen inderdaad. Toen ging het ineens helemaal anders. Oh, ja, ja, we hebben er even een andere chip in gestopt. Vertel jij hem alles?